Het was eigenlijk al onderwerp van discussie voordat Arjen Robben bekend maakte dat hij ging vertrekken bij Bayern München. Wat gaat hij daarna doen? Nou, het is inmiddels duidelijk, hij gaat niet naar de zandbak. Maar betekent dat FC Groningen? Betekent dat PSV? Nou, eerder deze week werd duidelijk dat Mark van Bommel dus gesproken heeft met Arjen Robben. Maar wat houdt dat nou precies in over de kansen dat hij naar Eindhoven komt? Mark van Bommel. Okay, ik heb met Arjen bij PSV gespeeld, bij het Nederlands Elftal en bij Bayern München. Alles bij elkaar vrij lang. Dus ja, wij staan. Het is niet zo dat wij constant met elkaar in contact staan. Kijk, wij bellen af en toe en wij appen af en toe. Zoals ik dat met meerdere oudspelers heb waar ik mee gespeeld heb. En dus is niks bijzonders. En die situatie van Arjen is nou zo dat hij een beslissing genomen heeft om weg te gaan. Ja. Dan is het. Dan vraag je dat, hè? Maar je moet er niet gekke dingen achter zien of zo. Integendeel. Ik heb ook contact met hem dat het in München kouder is dan hier.